Dat is best wel ziek. Yes, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag is het echt een hele mooie dag. Ik ben in het Amstelpark en we gaan, zoals je aan de titel ziet, een experiment doen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, aangezien ik de laatste tijd veel wandel, hoe accuraat is een stappenteller nou? Nou, eerlijk gezegd, ik gebruik gewoon die op mijn telefoon van de iPhone, de gezondheidsapp. Bij de Samsung is dat de S-Health. Maar vandaag heb ik zelfs ook nog even een Apple Watch geregeld. Want misschien zit er verschil in hoeveel ze aangeven. Versus mijn eigen counting. Dus ik ga zelf gewoon tellen hoeveel stappen ik zet. Nou kijk, ik kan heel moeilijk 10.000 stappen gewoon echt goed tellen. Omdat je gewoon uiteindelijk geen focus meer hebt. Dus ik ga gewoon voor 1000 stappen. En dat doe ik dan even keer 10. Zodat je gewoon weet 10.000 versus the real counting. Ik ga ook wat vertellen over wandelen. Dus gewoon wat informatieve dingen. Dus hopelijk ga je de video waarderen. En ik ga deze even omdoen. En voordat we beginnen wil ik alvast zeggen. Ik zit al op 3827 stappen vandaag. En het is nu precies 2 uur. Dus ik maak even een screenshot. En ik wil dus voor 4827 stappen ongeveer gaan. Maar ja. Het gaat om de telling die ik zelf ga maken. En hij staat hier op 1291. We gaan beginnen jongens. Ik ga tellen. En ik ga gewoon proberen normale passen te zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, jongens. Ik zit heel even, want ik wil het heel even hebben over een bepaald onderwerp. Ik heb 100 stappen gedaan. Ik ben al kapot. Nee, geitje. Als eerst, ik ben de laatste tijd meer aan het wandelen. Ja, dit is gewoon om meer te kunnen eten. Of uiteindelijk om niet meer te kunnen eten, maar om af te vallen. Nou, ik ben zelf aan het bulken. Sinds ongeveer een maandje ben ik gewoon veel extra gaan wandelen. Als ik niet wandel, kom ik uit op ongeveer 3.000 tot 4.000 stappen per dag. En als ik wel wandel, voor ongeveer een uurtje, kom ik een beetje uit op 7.000 tot 9.000 stappen op een dag. Hier toevallig mijn stap van zaterdag. Dit is mijn weekoverzicht. En hier zie je mijn maandoverzicht. Dit is dus een van mijn beste dagen samen met een tijdje terug, toen ik ongeveer 12.000 stappen had. Op mijn slechtste dag 1.700. Nou, ik snap echt niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Zo knap. 2.900 is vaak toch wel een beetje dus zo'n dag dat ik niet loop. Mijn gemiddelde staat op dit. 6700 in juni en 5100 in de maand mei. Dus ik ben wel vooruit gegaan sinds ik expres meer wandel. Nou ja, 10.000 stappen zijn natuurlijk heel erg gezond en het heeft heel veel voordelen. Maar eerst ga ik even wat verder lopen. Let's go. 18, 19, 20, 30, 31, 38, 39, 190, 170, 96, 97, 98, 200. 32. Even noteren jongens. Kijk, aangezien het weertje de laatste tijd veel beter is, is het ten eerste gewoon lekker om wat zon op je gezicht te krijgen. Ten tweede, buiten zijn is gewoon altijd even goed. Maar actief zijn, belangrijk gewoon. Je kan muziek luisteren thuis, je kan op je mobiel zitten thuis. Maar als je gewoon in beweging bent, is gewoon veel beter. We weten allemaal dat sporten en bewegen gezond is, maar hier even 10 voordelen van wandelen. 4 van deze punten zullen jou het meeste aanspreken, die ook mij het meeste aanspreken. Namelijk, punt 3, het ontspant. Punt 4, het verbetert uw nachtrust. Punt 5, het heeft positief effect op uw gewicht. Je verbrandt daardoor extra calorieën. En punt 8, het verbetert je humeur. Vooral voor de mensen die depressief zijn. De andere punten zijn wat meer gericht op mensen die bijvoorbeeld obese zijn. Wandelen is gewoon top, jongens. Wandelen is gewoon echt een low impact sport. En daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Over cardio, high intensity interval training versus wandelen. Wat is nou beter? Eerst even boven de 300 uitkomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Yes, ik zit op 338. We gaan het heel even hebben over dus verschillende manieren cardio. Wandelen valt onder LISS cardio. Dat staat voor Low Intensity Steady State Cardio. Hardlopen of sprinten, dat valt onder High Intensity Training. HIT. Of HIIT, dat staat voor interval. Dus als je hardlopen combineert met sprinten, dan heb je intervals. Dus dan heb je verschillen in niveaus. En wat je moet weten is HIT of HIIT is intensiever en daar herstel je minder goed van en dat hou je ook minder lang vol. Dus in een korte tijd kan je meer calorieën verbranden, maar het is ook al een grote impact op je lichaam. En met LISS cardio, oftewel wandelen,
dat kan je gewoon voor een langere tijd doen. Dus heb je weinig tijd, ga dan natuurlijk voor High Intensity Interval Training of HIIT. En heb je meer tijd en wil je gewoon niet je herstel beïnvloeden, dus te veel, te zware cardio, kan je krachttraining beïnvloeden. Nou, kies dan gewoon voor lekker wandelen. We gaan weer door. 338 stappen, jongens. 49, 50, 51, 52. Hey, walk it like a tuck it. Walk it, walk it like a tuck it. 97, 98, 99. 400. 98, 99, 500. 9, 100. 100. Duizend stappen, jongens. Tijd kan dus niet helemaal met die tussenpauzes, maar ik heb er 26 minuten over gedaan. Alright, we beginnen met de Apple Watch. Maar mijn Apple Watch is op 2647 uitgekomen. De Apple Watch heeft 356 stappen meer aangegeven voor 1000 stappen. Dus als we dat keer 10 doen, dat is best wel ziek. Wacht even hoor. Heeft hij serieus op 1000 stappen 356 meer aangegeven dan ik zelf? Dat is 1/3 meer gewoon. Dus als jij dan daadwerkelijk 10.000 stappen zou doen, zou je dus 3500 stappen meer hebben op je Apple Watch. Dat is echt bizar veel. Dat je gewoon 1/3 meer op je klokje aangegeven krijgt. Maar de telefoon, ik snap niet hoe die het doet, die zit er wel best wel dichtbij. Want mijn screenshot zegt 5097 stappen. Dat is ook meer dan ik daadwerkelijk heb gedaan. Is 240 verschil. Dat is ook nog wel veel. Dus dat houdt in dat als je 10.000 stappen zou zetten, dat je 2.400 stappen meer zou zetten volgens je telefoon. En dat is toch een kwart meer. Nou, ik was heel even bij het begin niet heel zeker over mijn telling. Dus ik ga het gewoon nog een keer doen. En dan gaan we kijken of het hetzelfde resultaat heeft. Oké, nou, ik stond weer even stil en toch gaat hij weer doortikken. Dus hij staat nu op 2706. Maar ik ga vooral voor het uitslag van deze, want deze ga ik gewoon vaker gebruiken. Dus ik ben echt benieuwd. 1000 stappen, let's go. Duizend stappen, jongens. Nou, ik heb deze keer echt goed geteld. Als ik er iets na zit, is het maximaal 1 tot 5 stappen. Echt geen tientallen of 100 stappen. Maar deze keer zit ik er echt goed bij. Dit is mijn screenshot om 3:05, waar ik 5097 stappen had. Hoppa! 6192, 18 minuten later. Deed ik nou echt 18 minuten over 1000 stappen? Het antwoord daarop is nee. Ik had een beetje vertraging met de camera, et cetera. Maar 10.000 stappen staat ongeveer gelijk aan 7 à 8 kilometer aan afstand. Dus ga je uit van een gemiddeld wandelsnelheid van 5 kilometer per uur, betekent dat je ongeveer 1,5 uur voor 10.000 stappen bezig bent. Eigenlijk, als we er hier een rekensom van maken, 7.000 stappen per uur, oftewel 1000 stappen in 8 à 10 minuten. Niet in 18 minuten. 6192. Dat zijn dus 1095 stappen erbij, oftewel 95 verschil. 3:06 stond hij op 2706. Hij zal misschien nog even doortikken, maar op dit moment is het wel een goed resultaat. Want nu is dit dus 1128 verschil, oftewel 128 stappen verschil. Dus dat valt wel mee. Oké, dus de conclusie is, op 1000 stappen zit het er ongeveer 100 naast. Maar op 10.000 stappen is dat toch wel 1000. Tot slot wil ik het dus heel even hebben over de uitslag. Nou, ook al is het niet 100% accuraat, is het natuurlijk wel gewoon helemaal prima om dit soort apps of technologieën te gebruiken. Alleen zorg gewoon dat je jezelf evenaart of dat je jezelf overtreft met bepaalde doelen. Wil je nou heel graag echt 10.000 stappen lopen, doe dan voor de zekerheid 1000 of 2000 meer. Dan zit je sowieso goed. Dus ik vond het interessant om te weten. Ik hoop jullie ook. En nogmaals, wandelen is echt gezond. Het is echt fijn. De laatste tijd doe ik het dus bijna dagelijks als het gewoon niet regent en ik heb gewoon de tijd. En ik krijg gewoon ideeën gewoon om dingen te doen. Bijvoorbeeld voor content of andere dingen wat ik gewoon graag wil doen. En gewoon terugdenken over je dag, weet je wel. Wat waren de mooie dingen aan je dag? En misschien een paar dingen op een rijtje zetten voor de volgende dag. Dus dat was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat het even weten met jullie like. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's en ik zie jullie bij de volgende. Later.